Yo, um, ik, heb het, ik heb het opgefuckt. Best wel zwaar ook. Weet je nog de video die ik een paar weken geleden heb gepost? Waarin ik iedereen aankondigde die dit seizoen zou langskomen op mijn podcast. De rest van dit seizoen is. weg. Alle beelden zijn oftewel verwijderd of corrupted. In ieder geval, afleveringen die nog online hadden moeten komen. Zullen niet meer online komen. Komt op neer. Ik ben zwaar aan het balen. Er is echt heel veel tijd, energie en geld in. wat ik hier probeer te doen. wat wij hier proberen te doen. Er zijn gewoon heel wat dingen misgelopen de afgelopen weken. waardoor dat dit uploadschema niet is zoals ik wou. Ik heb hier en daar wat tijd proberen winnen. door bepaalde afleveringen al iets vroeger te posten. dan dat ze initieel gepland waren. Maar nu blijkt dat de afleveringen. die we nog hadden willen maken. gewoon niet meer te recupereren zijn. Dat de afleveringen die. Online hadden moeten komen, niet online zullen komen. In principe zou ik met de beelden dat we wel hebben, wel een soort van aflevering kunnen maken telkens, maar ik wil alleen kwalitatieve shit posten op dit kanaal. Ik wil niet halve podcast, halve video's met jullie delen. Ik wil gewoon dingen waar ik ook trots op kan zijn. En met de beelden dat we nu hebben, kan dat niet. Dus dat is, dat is jammer. Ik ben echt heel, heel teleurgesteld. In mezelf. Ik dacht dat ik ondertussen genoeg ervaring had om niet meer van dit soort fouten te maken. Dat gezegd zijnde staan er wel nog heel wat coole gasten op de agenda. Veel mensen die gaan langskomen waar ik heel oprecht heel enthousiast over ben. Het is gewoon jammer dat er nu drie afleveringen niet bruikbaar zijn, die ik niet kan posten, die ik opnieuw zal moeten filmen als iedereen ervoor open staat om die opnieuw te filmen. Maar dat is dus de reden dat ik deze video post en geen podcast vandaag, omdat er gewoon geen podcast meer is. Alles is weg. Alles wat er nog klaar lag, is weg. Had ik een backup moeten maken? Ja. Is dat gebeurd? Nee. Is er nu nog iets aan te doen? Ook nee. Is dat kut? Fuck ja. Yeah. Heel fucking kut. Ik ben echt heel sad. Ik ben echt heel sad. Maar dat helpt ook niet aan deze situatie. <laughs> dat maakt gewoon nog cute. Om dan toch nog iets positiefs mede te delen vandaag. Ik heb een nieuwe... YouTube video geüpload waar ik heel trots op ben. Dat vind ik wel echt een leuke video. Ik begin meer en meer zo van die sit-down video's te doen waar ik gewoon me in amuseer eigenlijk. Dus als je die video nog niet gezien hebt, ik ga hier de thumbnail plakken. Ik ben bezig met een nieuwe thumbnail te maken, want de vorige was Kijk. Dit is de thumbnail die ik momenteel heb. Check die video op mijn gewone YouTube kanaal. Ik ga er ook weer actiever beginnen posten nu dat ik een nieuw format heb gevonden waar ik blij mee ben. Ik ga mijn uiterste best doen om tegen volgende maandag een fucking nice podcast te hebben voor jullie. En ook voor mij. Voor mijn eigen zelfvertrouwen. <laughs> ik ben keine set vandaag, maar ik hoop dat jullie toch een leuke dag hebben. Um, maar als je solidair met mij wilt zijn, zou ik het ook echt heel nice vinden als je je best doet om ook een kutdag te hebben. Uit. dan zijn we toch in this together. Tot volgende maandag. Ik ga mijn best doen om een nice podcast te posten. Aight, daadaa.